Kijkers, in juli 2022 heeft u het hartverscheurend verhaal van de tiener Dylan Edwards mogen aanschouwen. Deze jongen heeft een vergroeid hart met een gat dat aan het scheuren is. Hij kan niet sporten, niet spelen, hij gaat niet naar school en hij is gekluisterd aan een zuurstofmachine en een zuurstofbom. Dylan wordt ouder, zijn hart groeit groter en het gat is daardoor gaan scheuren, dus verliest het zuurstof. Hij heeft dagelijks pijnen. Het is zwaar voor zijn papa en zijn mama om hem met de pijnen te zien. Hij heeft medicamenten, een machine en een zuurstofbom altijd nodig. Kijkt u maar naar de volgende update hierover. In 2022 brachten we het verhaal van Dylan Edwards. Deze kleine man die eigenlijk moet ik zeggen leeft van een zuurstofbom. Was heel erg ziek, benaderde 1 voor 12 met het verzoek te helpen. En ik mag niet jokken. Donateurs vanuit het buitenland in Suriname hebben geholpen, hebben bijgedragen tot het succes van al deze handelingen dat deze jongeman nog leeft. Wel nu, we zijn 2 jaar verder en ik mag u vertellen dat wij dachten dat hij zonder deze apparatuur die we hier voor ons hebben, zuurstofbom en flessen, niet meer nodig zou hebben. Maar we werden gebeld door Ingas dat zij hun machine terug willen hebben, begrijp ik ook hoor. Ik was het even vergeten hoor, Ingas mijn verontschuldiging hiervoor. Dus ik dacht van ik kom bij meneer Goudmijn om te vragen van hé, we moeten de spullen inleveren. En ja, hij zei van nee, boy meneer Vismalen, we gebruiken de machine nog. Dus heb ik teruggekoppeld met Ingas en ze erop geattendeerd dat deze spullen nog in gebruik zijn voor deze kleine man. Ik snap, het zijn geen eigendomsspullen van 1 voor 12 nog van meneer Goudmijn, maar Breukleen. Na de tijd van Breukleen is er een x-bedrag gevraagd aan 1 voor 12. Wij hebben gesproken met de directeur en hij heeft het per brief van ons vernomen wat zich afspeelt en zo. En hij heeft het nog in onderzoek gebracht of nog bewaring dat wij nog erover gaan praten. Maar we hopen dat het goed komt met de directeur van Ingas en 1 voor 12 dat wij deze apparatuur nog even kunnen gebruiken voor deze man. Want ik denk dat hij het voor zijn leven lang zou moeten gebruiken, heb ik begrepen. We gaan straks met de vader praten, zal hij ons meer hierover vertellen. Maar als het nodig gaat zijn dat wij het altijd nodig gaan hebben, gaan wij wederom een crowdfunding moeten neerzetten om zo'n apparaatje te kopen. En wij hebben op het net gekeken wat zo'n apparaat kost. Misschien dat de vader ons kan vertellen. Laat maar alvast welkom heten. How are you, Dylan? Fine, thank you. Okay, is everything okay with you? Yeah. Okay. Meneer Goudmijn, welkom in 1 voor 12 na 2 jaren. We hebben u geconfronteerd met het niet goed nieuws dat wij de spullen terug moeten brengen naar Oegane, naar Ingas. Maar na een goed gesprek hebben wij de spullen nog kunnen behouden. Maar laat me alsjeblieft vragen hoe het met u gaat en uw zoon. Ja, dank u wel voor het komen. Met mij gaat het zo'n beetje niet echt goed, want ik heb ook zo een fractie gelopen op mijn knieën. Ik kan even niet veel betekenen voor Dylan. Om naar het werk te gaan, om een en ander te doen. Daarom benadruk ik u aan die kant ook eens wel. Om te weten wat u voor ons kunt betekenen. Ja? Want ik zou altijd op u deur slaan, want u bent een goed persoon. U helpt graag. Dus ja, de eerste persoon die altijd in mijn gedachten komt, ben u. En ik stel het ook op prijs dat u altijd reageert wanneer ik u bel. En altijd klaar voor ons staat om ons te helpen. De situatie van uw zoon is, moet ik zeggen dat het beter is geworden of hetzelfde of slechter? Het gaat een stukje beter, maar alleen omtrent de ademhaling. Vooral hoe de klimaatverandering hebben met de hitte, dan wordt hij sneller kortademig. En als hij kortademig is en we hem op deze machine zetten, binnen 15 minuten is hij weer zichzelf eens. Ja, dus vandaar dat we zeggen van, hey, dat hij deze machine echt nog dat we het echt nog in gebruik hebben. Want zonder deze machine, dan denk ik wel dat ik in een probleempje ga zitten met hem. Wat betreft zijn gezondheid.
Ja, want om telkens te rennen om deze twee flesjes te vullen, kost ook wat geld. Taxi heen en terug en moet je nog betalen voor die flessen om het te vullen. Dus ik denk van dat zo'n machine heel handiger is om voor Dylan om te gebruiken. Wat kost zo'n machine als je dit zou kopen in het buitenland? Oh, ik heb zo gekeken op het internet om te zien hoeveel zoiets kost. Ik zag iets van $1100. En ja, dus ik zou graag willen weten, als we dit terug moeten inleveren, als misschien een donateur daarbuiten is of iemand daarbuiten of mensen daarbuiten zijn die misschien willen doneren, om zo'n machine voor Dylan binnen te brengen, dat, hij toch, dat wij toch ook even in een goede band blijven met Ingas. Inderdaad hebben wij ook samen gekeken dat zo'n machine rond $1200 in Amerika kost, let wel in Amerika. En dan heb je nog de verschepingskosten. Dus en inklaarkosten hier in Suriname. Dus ik maak een snelle berekening. Als we zoiets zouden moeten halen, heb je zeker tot thuis $2000 nodig om dit tot thuis te hebben. Natuurlijk, als de douane niet moeilijk gaat doen, dat wij overige kosten nog gaan betalen. Maar rond de $2000 heb je hem tot in huis. We hebben dit nog steeds 2 jaar in bruikleen. Ik moet zeggen dat ik Ingas dankbaar ben, omdat zij een factuur hadden gestuurd. Ik moet eerlijk zijn, ik heb ze gezegd dat ik het niet kan betalen. En ze begrepen het ook, een factuur van hoeveel. Wat was de factuur kost weer? Het was iets van ongeveer, als ik het goed heb, $1500 volgens mij, als ik het goed heb. Ja. En je hoort het $1500 en ik heb gelijk gesproken met de directeur van Ingas. En hij heeft gezegd van meneer Vismaal, ik ga dit bespreken. Voor kwijtschelding heb ik heb een brief geschreven voor kwijtschelding. En ik heb nog geen antwoord gekregen. Maar hoop dat wij dat toch krijgen, dat wij een beetje kunnen ademen dat, om dat niet te betalen. Want zo weet iedereen een film. Maar goed, gado bigi, gado sabi. Maar we willen toch dit ook aanschaffen. Ik weet niet, als Ingas zegt van meneer Vismalen, we kunnen het doneren, weet ik niet, maar we gaan vragen. Als we dat niet gedoneerd, als we dit niet gedoneerd kunnen krijgen, dan moeten we één aanschaffen, omdat hij dit voor zijn hele leven moet gebruiken. Weet je, en ja, we hadden gedacht dat het anders zou verlopen, dat hij dit niet meer nodig zou hebben. Maar het heeft niet mogen baten dat het zo is geweest, maar dat hij nog dit nodig heeft. We hebben mensen in de afgelopen periode gehad die ons hebben ondersteund. Ik wil van hieruit nogmaals mijn hartgrondige dank nogmaals aan ieder brengen die de afgelopen jaren gedoneerd heeft. Natuurlijk voor Dylan. Maar we vragen u, heeft u misschien iemand die zegt van nee, ik wil dit doneren? Misschien vanuit Suriname, misschien vanuit Ingas ook. Laat ons weten dat we deze jongeman nog zijn leven kunnen redden. Hij heeft dit elke dag nodig. Nogmaals, mijn hartgrondige dank dat u dit voor ons meeneemt en ondersteunt. Meneer Dylan, meneer de Goudmijn, miauw omtien, Sanjio. We hebben van familie Albertson een donatie gehad. En ik heb hier een 1500 SRD voor u. Dit is naar voor passen bij Doampje Sanabo. Hartelijk bedankt en we stellen het echt op prijs voor degene die toch naar ons denkt en die toch meehelpt. Hartelijk dank. Galo Biggie. Dank u wel.